En toen ze eenmaal gingen voelen, weet je, onderbeen en bovenbeen verschuiven. En dat was duidelijk dat mijn voorste kruisband was gescheurd. Toen kreeg ik op de tafel lag, toen dacht ik altijd al, zei ik al tegen de fysio, ik ga weer fit worden, maakt me niet uit. Was eigenlijk al binnen een paar minuten had ik al weer omgeschakeld eigenlijk van, ik ga niet opgeven. En via camera's kon ik meekijken en nou, dan gaan ze je meniscus laten zien en nou, wat ik zei, ik ben vrij nuchter, dus ik kon gewoon meekijken. Ik was niet flauw gevallen of zo. En toen ging ook die camera, zat in die knieën en die haalden ze eruit en zag je al die pennen erin. En toen moest ik wel even opzij kijken, maar dat ging wel goed, ging goed. Toen ik hoorde dat Joe ook geblesseerd raakte, het eerste wat ik dacht is natuurlijk balen, hè, want ik wist wat hij ging doormaken. Maar daarna dacht ik van, nou, op zich kunnen we wel samen revalideren met z'n tweeën. En als ik iemand moet kiezen, dan is het wel leuk om met je wel te doen. Ja, we hebben veel aan elkaar. Ook buiten, van als je even niet meer ziet zitten, van kom op Wip of kom op Joel. En dan, ja, dan ga je er gewoon weer voor. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ja, vorige keer moest ik het helemaal alleen doen, 9 maanden lang alleen in het krachthonk. Nu heb je iemand om de liedjes mee te zingen die je 3 keer per dag hoort op de radio. Ja, dat zijn kleine dingen, dus wel, maar dat maakt het wel een stuk makkelijker om te doen. Nu de dagen vliegen voorbij, de weken vliegen voorbij en dat was vorige keer wel anders. Ik denk als anderen ons zien... Ja, dat is Jut en Jul, Jip en Janneke. Jip en Jul, ja. Dat soort dingen allemaal. 2 J's, we hebben zoveel bijnamen hier. Als we ook maar even niet bij elkaar zijn, zo meteen... Waar is je wel? Waar is Jip? Dit kan niet, hè? Dit kan niet. Jongens, dit komt hier eens niet. Nee, maar fysiek, het gaat zo goed. Hè, dus. Maar dan zou er geen beletsel zijn als je al zo ver zou zijn. Ik had hetzelfde vorige keer, weet ik nog wel. Ook al zou het kunnen, dan zou ik het niet doen. Nee. Nee, maar dat... Soms zie je wat stijgen aan de zijkant. Ja. Oké. Even zo'n terugpakken. Ja, Het is van 9:30 tot 5 alleen maar rammen. Ja, zo gaat het. Het leven is niet eerlijk, helaas. Dus ik ben er niet bang om geblesseerd te raken of zo. Dat valt me eigenlijk wel mee van mezelf. Ik denk niet aan een derde keer, zeg maar. Dat scheelt wel. Ja, kom. AK 3000. Die ga je krijgen. Na de oefeningen en de behandeling door Mark Rekers mag het duo naar buiten voor het hoogtepunt van de dag. Trainen met bal. Hebben die koud, Joel? Ja, dat ga ik nu even doen. Je leert gewoon genieten van de momenten dat je wel mag spelen. En dat je wel mag trainen. Soms hoor je jongens klagen van weer trainen, weer een wedstrijd, dat soort dingen. Nou, dat hoor je mij nooit meer zeggen. Hou eens vast, Jip. Je doet weer eens niks. Nee, ik ben maar niks. Even mijn jackie. Nee, ze begint hem. Hé, hey, kom op nou, man. Ja. Twee liezen kapot. Ah, inmiddels beperkt het contact tussen Joël en Jip zich niet alleen meer tot de uren die ze samen op de toekomst doorbrengen. Ja, we hebben natuurlijk telefoon, hebben we contact mee. We bellen elke anderhalf uurtje. Hé, hey, ik mis jou weer, schatje, alles goed, lieverd. Nee, dat niet. Wat ben je aan het doen? Dat soort dingen, nee. Nee, dat nog niet, maar via ping of WhatsApp. Nee, we hebben wel een paar keer afgesproken buiten Ajax ook, ja, weet je, we hebben pitten. Ja, we weten alles van elkaar van de dames. Echte vrienden zijn we gewoon. We zijn er bijna. We zijn er bijna, ja, nog een paar weekjes. Maar dan... We gaan het nog wel een keer goed afsluiten, dat weet ik wel. Ja, sowieso. Samen. Maar het is wel leuke maanden gehad en ik had ze bijna niet willen missen.